Hallo allemaal, wat gaaf dat je kijkt naar deze aflevering, een nieuwe aflevering van Jubilee Live, waarin wij binnen het thema Gods Koninkrijk willen spreken over Bijbels leiderschap in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als je nu instapt, dit is eigenlijk deel 2, wil ik je vragen om eerst even de eerste aflevering te kijken, zodat je de basis, het fundament van dit onderwijs even meepakt. Want daar gaan we verder op bouwen, ook vandaag. Ook vandaag bidden we weer dat de Heilige Geest tot je zal spreken, jou zal bemoedigen en jou zal leiden in de volledige waarheid, overeenkomstig de woorden van Jezus die ook zei dat hij de Heilige Geest zou geven. De Geest van waarheid, die ons zou leiden in de volledige waarheid. Weet dat je ook tijdens de uitzending of op welk moment dan ook je gebedsverzoek kan mailen naar prayer@jubilee.nl. En dat gebedsverzoek komt dan terecht bij onze gebedsgroep. En dit team zal dan ook jouw gebeden oppakken, jouw verzoeken oppakken en daarvoor bidden. We geloven in een God van wonderen. En we hebben al zoveel geweldige dingen mogen meemaken, mogen zien van hoe Gods kracht doorbreekt in soms situaties die uitzichtloos lijken. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, zeg je. Jezus zelf. En daarom mogen we ook God vertrouwen voor het onmogelijke, ook in jouw leven. Amen. Vandaag wil ik weer gelijk het onderwijs induiken. En voordat ik dat doe, pak ik eventjes de basisteksten er weer bij. Als we het hebben over Gods Koninkrijk en Gods manier van doen. Matthäus 6, vers 33 verschijnt nu in beeld. En dat is een belangrijke tekst voor ons allemaal. Waar Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Anders gezegd, en ik heb dat in de eerste aflevering, heb ik dit wat duidelijker neergezet nog. Maar het is belangrijk dat wij aan prioriteitsstelling doen in ons leven. Wat is de prioriteit in ons leven? Wat is ons uitgangspunt? Wat is ons startpunt? Wat is ons perspectief? Op welke situatie dan ook in dit leven? Hoe staan we ten opzichte van wat we noemen goed of verkeerd? Of zuiver of onzuiver? Of juist of niet juist? Of correct of niet correct? Of recht of krom of onrecht. Al deze dingen kunnen we alleen maar terugvinden in Gods woord. En met name daar waar de Heilige Geest het ons bekend maakt. En het ons werkelijk laat zien dat we Gods hart erachter begrijpen. Als wij Gods geest niet hebben en we proberen wel Gods woord toe te passen, dan wordt het een keiharde wet. Maar als we Gods geest hebben, dan hebben we nog steeds de wet is de wet. Maar dan hebben we Gods geest die ons het inzicht geeft over Gods hart erachter. En Gods hart is altijd genadig en liefdevol. En er is een recht en er is een krom. En er is een moraal wat zuiver is. En er is zoiets als wat immoraal is, immoreel is. En dat wordt niet bepaald door onze maatschappij. Maar dat wordt bepaald door God en zijn woord. En daarom zegt God ook, Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Koninkrijk van God, Gods manier van doen. Gods manier van doen, Gods instellingen en wat God heeft gezegd. Dit is hoe ik koning ben en hoe ik koning, God de koning, zoals hij zichzelf bekend maakt in zijn woord, dat hij in zijn woord zijn wil bekend maakt. Zijn wil. Wat is zijn wil? Laten we God ook koning zijn in ons leven? Dat is de vraag. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Datgene wat recht is in Gods ogen. Datgene wat zuiver is in Gods ogen. Niet in de ogen van de maatschappij. Want de maatschappij, 100 jaar geleden hadden we een heel ander beeld van wat recht of zuiver was dan dat we dat nu hebben. En over 100 jaar is dat weer anders. De mening van de meerderheid heeft hier niks over te zeggen. Gods woord bestaat eeuwig. Bestond al eeuwen en zal ook eeuwig bestaan. Dus dat is wat we mogen begrijpen als uitgangspunt voor ons leven ook. Als we in ieder geval op zoek zijn naar een leven wat gekenmerkt wordt door vrede en zegen. Vrede en zegen. Oh, zoals God het leven bedoeld heeft. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat jij leven hebt en dat in overvloed. En hoe vinden we dat? Door eerst het Koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die dingen zoals God het voor ons, zoals God jouw leven heeft bestemd en bedoeld, dat dat ook naar jou toe komt. Het komt naar je toe als je wandelt naar Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Toen lazen we de tekst in Psalmen, Psalm 103. Psalm 103, vers 19. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Zijn koninkrijk heerst over alles. Dus daarom is het zo belangrijk om Gods koninkrijk eerst te zoeken. Wat zegt God erover? Even los van de landelijke structuur of wat koninkrijk der Nederlanden of wat dan ook. Dat is allemaal ondergeschikt aan Gods koninkrijk. Waarvan gezegd wordt zijn koninkrijk heerst over alles. God is de schepper van hemel en aard. Hij heeft alles gemaakt. Hij stelt machthebbers aan. Hij stelt ze af. Hij promoveert en hij degradeert. Hij is de God die regeert. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles.
We zijn een serie begonnen over Bijbels leiderschap. Bijbels leiderschap, we hebben het gehad, we wilden het hebben over oudsten, over diakenen en over gewoon de Bijbelse leiderschapsstructuur, zoals God dat heeft bedoeld en de apostolische bediening en wat de Bijbel daarover zegt. En de vorige keer hebben we een basis gelegd over eigenlijk wat de Bijbel zegt over titulatuur en wat Jezus zegt over titulatuur en hoe belangrijk het is om respect te hebben, maar hoe we binnen Jubilee ook omgaan met titels. En vandaag wil ik beginnen over het onderwerp dienstbaarheid als fundament van leiderschap. Ook hierin willen we in de wereld en ook in de school van management en business en ook in de culturen van bedrijven van deze wereld zien we dat iedereen zijn eigen definitie heeft van leiderschap. En iedereen zijn waarden of zijn normen heeft rondom hoe goed leiderschap eruit ziet. Maar Jezus heeft een eigen basis, een eigen fundament van leiderschap. En hij legt ons uit wat het Koninkrijk van God inhoudt, wat leiderschap inhoudt binnen het Koninkrijk van God. Wij mogen dit toepassen op elk gebied van ons leven. Daar waar jij leider bent in het dagelijks leven, daar waar jij leiding geeft in het dagelijks leven, hanteer deze principes. Wandel in deze principes. Ga functioneren in deze principes en je zal merken dat er zal een grotere autoriteit zal rusten op je leven. En de vrucht zal vele malen beter zijn dan de vorm die je zelf mee heb gekregen of zelf heb geleerd vanuit je managementopleiding. We hebben nodig dat we teruggaan, dat we zoek eerst Gods Koninkrijk. Zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Alle andere dingen zullen aan jou toe worden gevoegd. Al het andere zal je dan volgen. De zegeningen, het succes, de vermenigvuldiging, het resultaat, bottom line, results. Het zal naar je toe komen als je deze dingen hanteert en ze de plek geeft die je toekomt. Eerste prioriteit. Dienstbaarheid is bijbels gezien het fundament van leiderschap. Dat is een hele belangrijke. Vorige keer hebben we dat gezien ook in Matthäus 23, waarin Jezus eigenlijk de religieuze orde van die tijd volledig uitkaffert. Je kan het lezen in Matthäus 23. De farizeeën, de schriftgeleerden. Je ziet dat zij worden uitgekafferd omdat zij zichzelf in positie, ze vinden positie belangrijk, ze vinden leiderschap belangrijk vanuit het perspectief dat ze gezien worden van mensen, dat ze begroet worden dat ze de goede plekken krijgen, zodat ze het aanzien hebben van mensen. Op een andere plek zegt Jezus, ze hebben hun loon al. God gaat ze niet belonen, want ze hebben hun loon al. God gaat ze niet zegenen, want ze zoeken namelijk de eer van mensen, ze zoeken niet de eer van God. En dat is een gevaar in elk mens, dat is het gevaar voor elke leider. De grootste valkuil voor elke leider is hoogmoed. De grootste valkuil voor elke leider is hoogmoed. En waarom? Omdat hoogmoed is iets wat gevonden kan worden in de verborgen catacomben van je hart. Maar uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je faalt en gaat vallen als leider. Want hoogmoed komt voor de val, zegt het boek Spreuken. En we hebben vele leiders hebben zien opstaan in grote kracht en autoriteit, doordat hoogmoed in hun hart gevonden werd. En dan zie je uiteindelijk resulteert dat zich in een gruwelijke val. Vaak een vrije val, waarin leiders nooit meer heel moeilijk hersteld kunnen worden. En het begint bij hoogmoed. Wat is de tegenhanger van hoogmoed? Nederigheid. Amen. Maar nederigheid wordt ook gezien eigenlijk in dienstbaarheid. Dienstbaarheid. Dienstbaarheid wordt ook gekenmerkt door nederigheid. Dienstbaarheid betekent, ik stel mezelf dienstbaar op ten opzichte van God en ten opzichte van mensen. Een van de kernwaarden ook van binnen Jubilee. Wij dienen God en mensen. Dienstbaarheid is zo ontzettend belangrijk. En vanuit dienstbaarheid kan ook gezond leiderschap ontstaan. Ik wil met je lezen uit Marcus hoofdstuk 10, vanaf vers 35. En dan lezen we wat Jezus, hoe hij onderwijs geeft over leiderschap. Een bijzonder voorval. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zo lezen we in vers 35, kwamen bij hem, bij Jezus, en zeiden, Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Dat is een bijzondere inleiding voor een vraag. Jezus reageert in vers 36 als volgt. Hij vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Vers 37 lezen we, ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Nou, dit is heel herkenbaar als we hier even bij stilstaan. Dit is de verkeerde zucht naar leiderschap. Laat me dit even vooropstellen. Deze mannen die met Jezus optrokken, die waren ook geroepen tot leiderschap. Jezus had ze ook geroepen. Later werden dit apostelen. Ze werden gezondenen door Jezus zelf. Ze hebben met grote vrucht en groot resultaat het Koninkrijk van God gebracht en leiding genomen. Een leiding gekregen over Gods geweldige werk na de uitstorting van de Heilige Geest. Zij waren geroepen om leiders te zijn. Maar ondertussen moest eerst nog in hun hart moest het een en ander veranderen rondom hun motieven, hun drijfveren en hoe ze in hun hart keken naar leiderschap. En Jezus adresseert dat hier. En het is heel mooi om dat naar voren te zien komen.
Zij willen eigenlijk even los van de rest, want zij waren immers onderdeel van twee van de andere 12. Dus er waren de 12 op weg met Jezus. En ze dachten van, joh, wij gaan even onze positie zekerstellen. Ze beseften in één keer, ja, straks Jezus, die wordt van groot naar groter. Die krijgt meer en meer invloed. Straks wordt het hele, zij dachten dat het hele Romeinse Rijk omgeknikkerd zou worden. En dat hij zou zitten op de troon als zoon van David. Wat spreekt van koningschap. En hij zou weer de koning zijn. En wij moeten zorgen dat wij aan zijn rechter en zijn linkerhand komen te zitten als, zeg maar, de één na hoogste in het Rijk. Oké, dus Jezus zegt daar, had Jezus een antwoord, vers 38. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Dit is een bijzonder antwoord, zoals Jezus vaak ook antwoordt met een vraag. Hij beantwoordt een vraag met een vraag. Dat is echt geniaal elke keer van Jezus. Dat doet hij zo vaak. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Hij spreekt hier dus over een doop die hij nog moet ondergaan. We weten, hier was Jezus al gedoopt door Johannes de Doper. En zijn bediening was aangevangen. En de kracht van God manifesteerde zich in een bizarre wijze. De glorie van God gemanifesteerd. De doden werden opgewekt. Zieken werden genezen. Melaatsen werden gereinigd. Demonen werden uitgedreven. Machtige tekenen en wonderen. Dus die doop had hij gehad, maar hij spreekt over een doop. Hij zegt, jullie vragen iets, maar je weet niet wat de prijs die dit kost. Hoe vaak gebeurt dat niet ook in onze levens? Dat we ergens naar verlangen, we willen iets. En we willen graag het resultaat, maar we willen niet de weg ernaartoe. Omdat we niet beseffen de prijs die we ervoor moeten betalen. Net als mensen die heel graag mee willen doen aan de loterij, want ze willen er liever niet voor werken. Dus een loterij, dan kan ik in één klap 2-3 miljoen. Wat uiteindelijk een instrument van de mammon is. Hè? Iedereen die meedoet met de Nationale Postcode Loterij, of de Vriendenloterij, of de Lotto, of wat dan ook, of al die verschillende loterijen, is een instrument van de mammon. Is de hebzucht, is de geldgod. Laat je daar niet door vangen. Als christen is dit totaal, dit hoort niet in onze scope. Dit hoort niet thuis in het leven van een christen. Want dit is geld, dit is werkelijk je geld steken in een geldsysteem, in het geldsysteem van de mammon. En is niet Gods manier waarop hij jou zegent. Dus dat is niet iets waar God zijn zegen aan verbindt. Blijf daarvan weg. Steek het liever in het koninkrijk van God. Steek het in goede doelen. Investeer het in je kinderen. Ga het geld sparen. Weet je, geef God sowieso zijn deel. Dat is het allerbelangrijkste voor een christen. Geef God zijn deel, zodat je God eert met zoals de Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 3 vers 9. Leer het maar eens, lees het maar eens. Eer de Heer met je rijkdommen en de eerstelingen van al je inkomsten. Zo zullen je schuren gevuld zijn met overvloed en je perskuipen overstromen van nieuwe wijn. God verlangt dat je overvloed hebt en hij zegt dat gebeurt als je de Heere eert met datgene wat je bezit is. Niet de postcode loterij. Dat is niet degene die je rijk maakt. Oh nee. Maar goed, ik wijk uit. Ik wijk uit op. En ik een andere uitdrukking ben ik even kwijt. Maar goed, ik wijk af. Maar jullie weten niet wat je vraagt. Je vraagt om leiderschap. Je vraagt om aanzien. Je vraagt om met mij te zitten op de troon. Maar kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Er is één beker die hier zo duidelijk bij staat. Dat is de beker waar Jezus over bidt ook als hij spreekt met zijn vader. In de grote pijn waarin hij in zijn ziel eigenlijk op dat moment en in zijn lichaam door de doodsangst gaat als het ware. En eigenlijk het lijden voor het lijden staat en vraagt aan God. Weet je, als het kan, heren, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dit was de lijdensbeker. De beker van het kruis. De beker waar hij zou sterven aan het kruis. De grote lijdensweg waar hij doorheen zou. Hij zou gemarteld, gegezeld worden. Uiteindelijk zou hij gekruisigd worden. En hij zou sterven voor jou en mij. En al onze zonden en ongerechtigheden zou hij op zich nemen. Hij zou gerekend worden tot de zondaren. Gerekend worden tot de overtreders. Gerekend worden tot de criminelen. Terwijl hij volledig onschuldig was. Hij zou het offerlam zijn. Het onschuldige lam wat geslacht werd voor jou en voor mijn zonden. En dat was de beker die hij moest drinken. En hij vroeg aan zijn vader, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Desalniettemin, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En hij dronk deze beker. En hij ging de lijdensweg. En de Bijbel zegt, omdat hij deze lijdensweg ging, en hij was gehoorzaam aan zijn vader, zelfs tot in de dood, zegt de Bijbel ook in Filippenzen, hoofdstuk 2 uit mijn hoofd, dat God hem verhoogd heeft boven elke andere naam. Hij heeft hem een ereplaats gegeven boven elke andere naam. Jezus is de leider der leiders. En waarom?
omdat hij alles deed vanuit volledige onbaatzuchtigheid en volledige gehoorzaamheid aan zijn vader. Geen enkel spoor van eigen ikgerichtheid en ego was in het leven van Jezus. En dat maakt hem de grootst gevierde leider aller tijden. En vandaag de dag is dat nog steeds dezelfde eigenschap die God zoekt in ons leven. Kun je de beker drinken die ik moet drinken? Je vraagt om een ereplak, je vraagt om te zitten naast mij. Maar hij zegt, joh, kun je de prijs betalen die ervoor vraagt voor de verhoging die van God komt? En dat is eigenlijk de beker van lijden. Of de doop ondergaan waar ik moet ondergaan. Dan heeft hij het over ook de vuurdoop. Wat ook weer wat gelijk staat aan zijn lijden. Sterven. Sterven aan zichzelf. En hier legt Jezus dus de twee dingen uit waarin hij zegt, dit zijn kenmerken voor het leiders, voor verhoging in het Koninkrijk van God of leiderschap in het Koninkrijk van God. Dat is de weg van lijden. Ben je gewillig om de prijs van het lijden te doorstaan en ben je gewillig om te sterven aan jezelf? De beker drinken, de doop ondergaan. En daarom zegt hij ook, je weet niet wat je vraagt, joh. Je zoekt aanzien. Maar je beseft niet, als je aanzien wil in het Koninkrijk van God, wat de prijs ook daarvoor is. Vers 39. Hij gaat verder. Hij zegt, ja, die zeggen de discipelen. Jacobus en Johannes antwoorden, ja, dat kunnen wij. Totaal geen besef. Totaal geen benul wat ze zeggen hier. Maar dat antwoorden ze. En toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken. En de doop ondergaan die ik zal ondergaan. En hier even een kleine side note. Even een bijschrift. Eventjes een notitie in de kantlijn. Wij kijken terug, wij kijken op hun leven. Wij weten, alle apostelen zijn een marteldood gestorven. Behalve Johannes, die dus naar Patmos werd verbannen. Die hebben ze willen vermoorden, maar dat ging niet. God hield hem in leven. Hij ging gewoon niet dood. Maar al de andere apostelen, die zijn een marteldood gestorven. En die hebben groot lijden hebben zij meegemaakt. Dus toen Jezus hier sprak, dit was ook een profetie, maar niet de profetie die de meeste van ons graag zou willen ontvangen. Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Zo had Jezus nog wel eens vaker profetie hoor. Ook in het laatste hoofdstuk van Johannes over Petrus, waarin hij spreekt over het einde van Petrus. Hij had soms profetieën die niet altijd heel erg prettig waren, maar die wel uitkwamen. Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Zei hij tegen deze jonge knapen, Jacobus en Johannes. Het is heel aannemelijk om te denken dat deze jonge knapen waren tussen de 16 en de 21 of 22 jaar, waarvan Petrus waarschijnlijk de oudste was. Goed, dat is een studie aan zich, maar dit waren jonge gasten, jonge mannen. Ze wisten niet wat ze zeiden, maar op dit moment committeerden ze zich aan de vraag, ja hoor, dit kunnen we. We kunnen de beker drinken, we kunnen de doop. Laat die doop maar komen. Vers 40. Ze hebben het ook geweten, maar goed. En begrijp me goed, hè? Als deze dingen in je leven zijn, is er ook speciale genade voor. Laat me dat even gezegd hebben. Daar is speciale genade voor. Om dat te ondergaan. Denk aan Stefanus die gestenigd werd. Je zag een speciale bovennatuurlijke genade. Over deze mannen God, zijn ogen werden geopend. Hij zag Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. En hij kon zichzelf overgeven aan zijn handen. En hij kon zelfs vergeving uitspreken over degene die hem stenigde. Speciale bovennatuurlijke genade is er voor diegenen die in lijdensweg gaan. Omwille van zijn naam. Maar we gaan verder, vers 40. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, zegt Jezus, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Anders gezegd, jullie stellen mij een vraag, maar het is niet aan mij. Het is aan de Vader. Zoals de Vader ook Jezus heeft verhoogd en hem een plek heeft gegeven. Zo zijn ook de plekken in het Koninkrijk van God en de plekken van leiderschap, die worden gegeven aan wie God ze geeft. En daarom moeten we altijd God erkennen, ook in elk proces van leiders aanstellen. Er moet een duidelijke beproefdheid zijn en een bevestiging van Gods hand op hun leven voordat je ze aanstelt in een rol van leiderschap. Want God stelt leiders aan. En hij bepaalt ook wie gezeten zijn in allerlei posities van leiderschap. Dat is wat hij bepaalt. Dat is niet wat je zelf kunt bepalen. Wordt niet door de menigte of door de meerderheid bepaald. Wordt door God bepaald en hoe de geest van God mensen aanwijst. Wat voor ons allemaal dan duidelijk zal zijn. Het zal overduidelijk zijn. Hij is het. Of zij is het. Het is weer een andere studie om te weten welke plekken hebben vrouwen. Er is een boek trouwens geschreven. Vrouwen in het lichaam van Christus. Vrouwen in het lichaam van Christus is een dikke pil. Theologisch onderbouwd en exegese over wat de rol van vrouwen is in het lichaam van Christus. Is een boek wat ik alleen maar kan aanraden als je daar meer over wil weten. Maar dat is een studie aan zich. Oké, vers 41.
toen de andere leerlingen hiervan hoorden namens het Jacobus en Johannes kwalijk. Een logische, denk ik, met die jonge gasten allemaal bij elkaar komen erachter. Twee wilden zichzelf een hoge positie aanmeten. Blijkbaar boven ons, een betere plek. Zij stonden voor en zeiden, geef ons de beste plek. Moesten wij dan de lagere plek innemen? Wat is er met jullie aan de hand, man? Dus ze namen het ze kwalijk. Vers 42. Jezus moest even de groepsdynamiek gaan managen hier. Jezus riep hen dan bij zich en zei, oh jongens, kom erbij. Ga even zitten, pak allemaal een steen erbij, ga lekker zitten, ik ga jullie iets onderwijzen. Jullie weten, zegt hij, dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. En hier begint hij dus daar waar die apostelen, de jonge gasten, de discipelen, de leerlingen van Jezus zaten in hun voorbeelden, de voorbeeldstructuren waar zij mee geconfronteerd werden, de Romeinse cultuur, de cultuur van jezelf omhoog brengen, de cultuur binnen de synagogen met de fariseeërs en de schriftgeleerden die zichzelf verhieven boven anderen. De Romeinen die ten koste van anderen macht uitoefenden, onderdrukking in positie waren gekomen, door geweld. Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat de leiders ook hun macht misbruiken. Is er een gezonde vorm van macht uitoefenen? Zeker weten. Maar we zien in de wereld zien we talloze voorbeelden van hoe macht misbruikt wordt. Vers 43, Jezus gaat verder. Zo mag het bij jullie niet gaan. Zo mag het bij jullie niet gaan. We hebben het over Gods Koninkrijk. Hier legt hij iets uit van Gods Koninkrijk. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, wie van jullie de leider wil zijn, wie van jullie de meest van aanzien wil zijn, die moet dienaar van de anderen zijn. En hier komen we op die statement, dienstbaarheid als belangrijkste fundament van leiderschap. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. Zoek om anderen te dienen. Zoek dat je in jezelf een hart hebt om God te dienen en anderen te dienen als een dienstknecht. In die maatschappij was het helemaal niet positief hoor, om een dienstknecht te zijn of een slaaf. In die tijd had je ook nog slaven. Dus voor hun sprak het echt tot hun verbeelding als het laagste van het laagste. Dit is helemaal geen aanzien. Dit is gewoon lower than low. Maar dit is wat Jezus zei. Hij zegt, wil je de belangrijkste zijn? In het Koninkrijk van God zijn het hele andere wetmatigheden. Dan zul je dienaar moeten zijn van de anderen. Vers 44. Wie van jullie de eerste wil zijn, degene die leiding wil geven, degene die voorop wil lopen, die moet slaaf van de anderen zijn. Dat moet in zijn hart zijn. Niet jezelf boven anderen willen stellen, nee, eerder de ander omhoog willen houden. De ander willen dienen. Niet als een driehoek, maar eigenlijk als een soort boot, de ander dragen. De ander dragen. De ander brengen op een plek van bestemming. Dat is wat goddelijk leiderschap is. Vers 45. Want ook de mensenzoon, hij spreekt over zichzelf, is niet gekomen om gediend te worden. Maar hij is gekomen. Dit is zijn roeping, dit is zijn bestemming. Om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. En hier wordt elke leider, elke vorm van leiderschap in het Koninkrijk van God, elke vorm van leiderschap, ook christenen die leiding geven in de wereld. Hiermee maak je het verschil. Lieve zus, lieve broer, hiermee maak je het verschil. Als je leiding geeft op managementrol of directierol of op eigenaar. Of wees een dienaar. Zet jezelf in om je leven te geven om anderen verder te brengen. Om anderen succesvol te maken. Om anderen te laten groeien en te bloeien. Dat is wat Jezus onderwijst. Als losgeld voor velen. Opofferend leiderschap. Dat is de motivatie die Jezus zoekt in leiders. Dus, leiderschap is dienstbaarheid en nederigheid. Jezelf niet boven anderen willen stellen, maar juist de ander willen dienen. Er zijn verschillen in bediening, er zijn verschillen in rollen, er zijn verschillen in rijkwijde ook. Want de ene, zelfs in de apostelen, de ene apostel, dat leren we door de geschiedenis heen en vanuit de geschiedenisboeken ook, dat ze hadden verschillende gebieden en verschillende rijkwijden van bediening en verschillende territoria eigenlijk waar ze in werkten of regio's waar ze invloed in hadden. En die zijn door God bepaald. Want wie welke bediening of wie welke mandaat krijgt, dat is allemaal aan de Heer. En dat zal ook worden bevestigd door getoetste profetische woorden, maar ook door goddelijk leiderschap. Hoe groeit een leider? Een leider groeit onder leiderschap. Zoals de discipelen groeiden onder het leiderschap van Jezus en uiteindelijk ook werden vrijgezet en bevestigd in hun leiderschap, zo kun je jezelf niet aanstellen als leider.
Je kan jezelf niet aanstellen als leider. Dan ben je een aansteller. Want heb je jezelf aangesteld. Dus dan ben je een aansteller. Je kan jezelf, in het koninkrijk van God is het onmogelijk om jezelf aan te stellen. Je wordt aangesteld vanuit dat je opgroeit in leiderschap en onder leiderschap. En dan zal dat bevestigd worden door een profetisch woord. En dan zal het voor iedereen duidelijk door profetische woorden die ook getoetst zullen zijn door leiderschap. En het zal voor iedereen duidelijk zijn, jij bent geroepen voor die bediening of voor dit mandaat. Het zal voor iedereen duidelijk zijn onder het gehoor en onder de ogen van allerlei mensen. Denk even, ik wil een voorbeeld aanhalen van David. David, de Bijbel zegt dat hij diende zijn vader door de schapen te dienen in het veld. Hij was ergens achteraf. En de meeste mensen kennen het verhaal, die de Bijbel een beetje kennen. Die weten dat de profeet Samuel, die ging op weg om een nieuwe koning te zalven. Want Saul, die was afgedreven van de weg van de Heer. God had een nieuwe koning voorbereid en dat was David. En al de zoons van Isaï, Die werden naar voren gebracht. En weet je wel, want Samuel, God had de profeet Samuel laten zien van het zal een van de zoons zijn van Isaï. En hij komt daar bij Isaï. En daar komen al de zoons die staan voor hem. En hij kijkt naar die zoons. En die zoons zien er krachtig uit van de buitenkant. Ze zien eruit als leiders. Ze zien eruit krachtig. Ze zien eruit met een prachtig voorkomen. Echte mannen van aanzien. En die profeet die zoekt, eigenlijk in de geest van God, is dit de nieuwe koning? En van de buitenkant zouden ze zeggen, ja, dit is koninklijk materiaal. Maar eigenlijk is het nee. Al die zoons gehad en geen één waarbij de profeet weet, dit is de man die God heeft gekozen om koning te zijn van Israël. Dus dan zegt hij op een gegeven moment, en terwijl hij van de buitenkant wel zo eruit zou. En hier kunnen wij ons in vergissen, want wij als mensen, de Bijbel zegt ook, de mens ziet wat voor ogen is. De mens kijkt naar de buitenkant, maar God ziet het hart aan. Dus we kunnen er prachtig uitzien aan onze buitenkant, maar God kijkt uiteindelijk naar ons hart. Het is niet verkeerd om er van de buitenkant netjes uit te zien en mooi uit te zien. Maar uiteindelijk de waarde die wij kunnen geven aan God is de waarde die we hebben in ons hart. Hebben we een zuiver en een puur hart. En dat is ook waar God naar kijkt als we het hebben over leiderschapsmateriaal. Hij kijkt naar ons hart, hij kijkt niet naar de buitenkant. En uiteindelijk kennen we het verhaal dat de profeet zegt tegen Isaï de vader, zijn dit al je zoons? Want ik heb het idee dat het geen van deze zoons is. En de hele rij staat daar. Nee, ja. Ja. Zegt Isaï, dat klopt. Ja, we hebben er nog eentje. Maar ja, die is, ik weet niet. Hè, weet je wel, er zijn allerlei, allemaal zienswijzen waarom dat zo zou kunnen zijn. Waarom deze zoon er in eerste instantie niet bij stond. Maar je zou kunnen zeggen, ja, toch iemand moet op de kudde letten. Hè, dus we kunnen niet iedereen naar binnen halen. Dat is één reden. Van, hij was de minste van de zoons. En hij moest dan maar passen op de schapen. Hij was misschien de jongste van de zoons. Van, weet je, de kleinste, weet je wel. Die zal nog wel niet meedoen in deze selectie. Of een andere verklaring is dat hij geboren werd vanuit ontrouw en daarmee ook eigenlijk een schande was voor de familie en eigenlijk helemaal geen eer was in zijn leven. In zonde was hij verwekt, zoals ook later zoals hij zelf ook schrijft over zijn eigen leven. En dat een aanwijzing is dat hij vanuit ontrouw of vanuit een andere situatie dat hij geboren werd en daardoor eigenlijk een schande voor de familie en telde niet mee als vol. Dus hij is er helemaal niet bij. En hier zien we eigenlijk de genade en de kracht van God en de bijzondere verkiezing van God ook. Dat hij kiest vaak mensen die wij ook zelf vanuit onze eigen indruk niet zouden verkiezen. Maar het was nu overduidelijk dat God iemand verkozen had die door mensen misschien wel verworpen was. David. Isaï zei, ja, ik heb nog wel een zoon. Hij is achter bij de schapen. Samuel zegt, haal hem op. Haal hem op. Lang verhaal kort, David wordt opgehaald daar zo en hij komt binnenlopen. En Saul, dit is even mijn versie, hij komt binnenlopen. Samuel weet het meteen, de geest van God komt over hem. Dit is hem, dit is hem. Door mensen veracht, door God gekozen. Dit is hoe God werkt. Dus deze jonge jongen op dat moment, hij komt met een kelk olie komt hij daar. En die wordt uitgegoten over zijn hoofd, te midden van zijn broeders. Te midden bij zijn vader, bij de hele familie. In zijn familie wordt hij uitgekozen, wordt hij gezalfd. Het woord van de Heer wordt over hem uitgesproken. Jij zal koning zijn, jij bent uitverkoren. En wat gebeurt er? Wat zien we dus? Hoe wordt deze leider aangesteld? Leiders worden aangesteld te midden van de broeders. Te midden van anderen is het voor iedereen duidelijk wie God heeft verkozen. De zalving wordt uitgedeeld
te midden van de familiestructuur van God. En de familiestructuur van God is ook de gemeente. Te midden van de gemeente worden leiders worden aangesteld. God zal altijd zijn leiders, kiest hij uit. En die zullen ook zo, als zodanig bevestigd worden te midden van zijn broeders. Ik merk dat in mijn eigen leven ook, hoe ik heb mogen groeien in de dingen van God. En hoe dat profetisch ook bezoeken, de profetische bediening is super belangrijk, ook in de Nieuwe Testamentische gemeente. Maar hoe elke keer daar de bevestiging was, dat God een plan had met mijn leven om te groeien, om te staan, om te functioneren in leiderschap, in dienstbaar leiderschap. En dat is dus op jonge leeftijd, vanaf mijn bekering, werd dat duidelijk. Niet omdat ik dat zelf had gekozen, maar eigenlijk omdat God dat zo bevestigde. En dat werd van allerlei kanten bevestigd. En dat was te midden van de gemeente, te midden van mijn broers en zussen, te midden van mijn familie natuurlijk en geestelijk, de familie. En het was overduidelijk dat ik mocht groeien in leiderschap. En zo velen met mij. Maar dat is dus aan de Heer. Dat moet getoetst worden. En je groeit dus op onder leiderschap. En zo ik ook. En ik probeer niet mezelf als ideaal voorbeeld aan te halen. Want ik heb daar zelf ook veel in mogen leren, moeten leren. En nog steeds leer ik daarin. Maar ik wil zeggen ik heb daar wel in mogen ervaren hoe deze dingen werken. Want ik mocht functioneren onder leiderschap. Om uiteindelijk ook op Gods timing en toen God de deur opende, ook zelf te mogen worden aangesteld in leiderschap. En ik werd eerst ook binnen leiderschap aangesteld over een kleine verantwoordelijkheid. En mocht daarin groeien en ontwikkelen. Trouw bevonden worden, capabel gevonden worden, om vervolgens over meer en meer gesteld te worden. En elke keer ging dat gepaard met mezelf onderwerpen onder leiderschap, onder geestelijk leiderschap, waarmee ik me opstelde in dienstbaarheid, in allerlei teams functioneerde, in allerlei rollen functioneerde binnen de lokale kerk en daarbuiten. En dat ik mocht groeien in dienstbaarheid en dat dat uiteindelijk ook groeide tot een stuk leiderschap. En vervolgens vanuit leiderschap dat het de rijkwijde van leiderschap en de rijkwijde van het mandaat wat God aan me toevertrouwde werd groter en groter. Door de toets van de tijd, de toets van trouw, de toets van karakter en de toets van dienstbaarheid, wat een blijvende toets is. En een leider kan dus groeien, een leider kan ook vallen. Dus op een gegeven moment kan een leider, hoe groter die ook groeit, als die op een gegeven moment die aspecten verliest, aspecten van dienstbaarheid verliest, aspect van trouw verliest, aspecten van integriteit verliest, dan kan die vallen en falen. En dat is ook belangrijk dat dat dan aan het licht komt, zodat er altijd zuiverheid is in het huis van God rondom leiderschap. Daarom is meervoudig leiderschap is een heel belangrijk facet waar we ook meer over gaan spreken, ook in deze serie van onderwijs. Meervoudig leiderschap is de enige vorm van Bijbels leiderschap die er bestaat. Dat is een onderwerp wat we helemaal gaan uitdiepen. Maar goed, we gaan dat zien. Maar zo even om een beeld te geven van hoe leiderschap ontwikkelt binnen de gemeente, binnen de lokale gemeente, maar ook binnen het lichaam van Christus in de breedste zin van het woord. Oké, nou, hier ga ik even afronden met dit onderwijs. Het was een wat kortere aflevering, maar dan kan ik volgende week kan ik weer verder met het onderwijs over diakenen. Over wat de Bijbel zegt over diakenen. Om daar een Bijbels beeld over te krijgen van welke plek hebben diakenen in deze context van Bijbels leiderschap in het lichaam van Christus. Heb je een vraag of heb je een reactie op deze studie van vanavond, van vandaag? Hè, wanneer je het ook luistert, soms luister je niet op een avond, maar in een ochtend. Dan is het de studie deze ochtend. Maar stuur dan je vraag of reactie naar info@jubilee.nl. Daar waar we kunnen helpen we je heel graag verder. Of als je getuigenis hebt, kun je dat delen naar getuigenis@jubilee.nl. Je gebedsverzoek kun je zoals gebruikelijk mailen naar prayer@jubilee.nl. Weet dat je van harte welkom bent in een van onze samenkomsten. Hier in Geertruidenberg elke zondagochtend of om 9:30 de vroege dienst of om 12:00 de middag. Je bent van harte welkom als je op zoek bent naar een kerk. Of in onze andere locaties natuurlijk. In Den Bosch, in Breda en in Gorkum. Elke zondagmorgen om 10:00. Wees van harte welkom. Volg ons op de socials, like ons, abonneer op onze kanalen. Zodat je altijd op de hoogte bent als er weer nieuw materiaal gepubliceerd wordt. Zodat je altijd bemoedigd en bekrachtigd blijft in je wandel met God. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. God zegen. Tot de volgende keer. Wauw, geweldig dat je er vandaag online bij was. Wij geloven met jou mee voor een geweldig werk van God in jouw leven. Weet dat je van harte welkom bent om onze diensten te bezoeken. Ga naar www.jubilee.nl voor meer informatie rondom adres, tijden en onze andere activiteiten. We hopen je snel een keer persoonlijk te ontmoeten en we wensen je Godzegen toe. Tot de volgende keer.